dat er in de buurt, bij een belangrijke persoon, soms het hele dorp, een aanzegger aankwam zeggen aan de deur. Ik deed u dan nu, als aanzegger, geen overlijden meer. Maar gelukkig slechts het feit dat onze voorzitter, de heer Jan Barends, u kort zal toespreken. Onze burgemeester, de heer Roel, heeft meteen spontaan ja gezegd toen ik hem vroeg om de expositie te openen. Maar alvorens ik het woord geef aan de burgemeester, wil ik eerst nog de vele vrijwilligers bedanken die zich actief voor de realisatie van deze expositie hebben ingezet. Er zit ontzettend veel historie hier in het dorp, in deze stad. En het is goed dat u er bent om dat ook zichtbaar te maken en om ons, inwoners en velen daarbuiten, ook daar kennis mee te laten maken. Daar dank ik u heel erg voor. Dank aan alle vrijwilligers die ook deze tentoonstelling weer hebben gerealiseerd. En ik wens iedereen heel veel plezier. Misschien nog gek zijn met tentoonstellingen zoals deze, maar toch heel veel plezier met deze tentoonstelling. De opening geweest van deze tentoonstelling, Zand erover. Hoe is het idee ontstaan? Op een gegeven moment ga je eens kijken van wat zijn de mogelijkheden om weer eens een tentoonstelling te maken. Toen hebben we een heel lijstje samengesteld en toen is ook als idee naar voren gekomen begraven in Baren. Want we hebben natuurlijk buiten de begraafplaats aan de Wijkamplaan diverse andere begraafplaatsen in Baren. Waaronder een aantal waarvan de meeste Barenaars helemaal niets weten. Ja, dat klopt. En toen hebben we gedacht van, nou, het is misschien leuk om daar eens wat meer onderzoek naar te doen en daar een tentoonstelling omheen te maken. Je zegt net, er zijn ook begraafplaatsen in Baren waar niemand wat van af weet. Ik ben er zelf net ook een paar tegengekomen en denk, hé. Hey. Vertel eens. Nou, er was bijvoorbeeld een begraafplaats op de plek waar nu Zandvoorde staat. Ooit was de Pauluskerk in handen van de katholieke kerk. De katholieken zijn er in kerstnacht 1456 of zo uitgegooid. En daarvoor in de plaats is gekomen een kleine schuilkerk op Zandvoorde. Dat was toen nog een heel kaal gebied met wat boerderijen, meer niet. In een van die boerderijen is een kerkje gevestigd, een schuilkerkje. En daar hoorde ook een begraafplaats bij. Daar zijn zo'n ruim 300 Barenaars begraven. Alhoewel het wel nog steeds gebruikelijk was dat katholieken in de toen al protestantse Pauluskerk begraven werden. Want er was eigenlijk voor dat moment geen andere begraafplaats. Dan heb je nog mensen die dus op een heimelijke wijze begraven zijn. Denk aan Ernst van Kempen in het bos. Meneer Lothar Rijman, die daar nog steeds ergens begraven moet liggen. Maar ook de twee mensen die begraven lagen op de kinderboerderij. Onder het geitenhok, de familie Muller. Ook die hebben we hier in beeld gebracht. Mijn broer was 10 jaar ouder toen dit verschrikkelijke ongeluk gebeurde. Hij was beroepsmilitair bij de luchtmacht en was in Volkel, Brabant gelegerd. En hij was 's morgens van de sportclub in Hilversum, de vliegclub, was hij naar zijn werk gegaan. Ook om uren te maken, om zijn buffet te behouden. En hij komt daar aan en hij is gewoon die dag gaan werken. En 's avonds had hij aan een paar mensen beloofd dat ze even een vlucht met hem mochten maken. Dat was ook gebeurd. En toen komt er op het laatste moment komt er nog iemand, een kennis van hem, naar hem toe. Een aannemer. En die had hij al eerder beloofd. En die wilde graag nog meevliegen. Nou, dat is gebeurd. En dat is de noodlottige vlucht geworden. Want tijdens de landing is er iets misgegaan. Het vliegtuig stortte in de bocht neer. Op 25 meter hoogte. En was gelijk afgelopen. Een enorme klap, ook voor mijn ouders natuurlijk. Ja. En omdat hij militair was, was het gevolg dat dit automatisch zou gebeuren met militaire heren. Meneer Barends, u bent voorzitter van de Historische Kring. Is dit uw eerste tentoonstelling?
Dit is inderdaad mijn eerste tentoonstelling. Ja, ik heb natuurlijk in het verleden ook als wethouder wel bij andere tentoonstellingen mogen openen. Maar dit is mijn eerste als voorzitter. Je hebt natuurlijk ook de voorbereidingen meegekregen. Veel mensen mee bezig geweest? Heel veel mensen zijn ermee bezig geweest. En ook wat bijzonder is, hè, heel veel tentoonstellingen die we ook in het verleden hebben gehad, werden alleen verzorgd door de Oudheidkamer. Maar nu zijn er drie werkgroepen bij betrokken geweest. Archeologische werkgroep, werkgroep Oude Begraafplaats en de Oudheidkamer. En ze hebben goed samengewerkt. Hoeveel vrijwilligers zijn er bij de historische kring? 80. We hebben 770 leden en er zijn meer dan 80 actieve vrijwilligers. Ik ben net nog twee begraafplaatsen vergeten. Die mag ik niet vergeten. Lage Vuurse kent ook twee begraafplaatsen. De meeste mensen weten er daar maar één te vinden, naast de protestantse kerk. En bij de Elisabeth. Maar bij Elisabeth is er ook één. En dat is een zeer serene, mooie, rustige begraafplaats. Ik zou iedereen zeggen, ga daar eens een keertje kijken. Je kunt er zo op. Het is prachtig om te zien. Ja, nu zijn er ook grafheuvels. Ja. Ja, dat is ook een manier van begraven. Dat is echt de vroege manier van begraven. Vermoedelijk was het niet zo dat iedereen op deze begraafplaats op deze wijze begraven werd. Maar waren dat veelal de hoofdlieden van een kampement of die daar op die wijze begraven werden. Maar er zijn rond Baren diverse grafheuvels terug te vinden. Nu nog steeds. Als je kijkt achter de tuin van Drakenstein en je let een beetje op het landschap, dan zie je daar drie of vier grafheuvels. Die zijn er nog steeds. Ze zijn niet meer zoals ze ooit waren toen ze neergelegd werden. Maar de verhoging en het landschap is nog steeds te zien. De tentoonstelling loopt vanaf dit moment tot en met medio oktober. Dus we hebben 4 maanden de tijd om te komen kijken. En hij is altijd geopend op iedere woensdag van 2 tot 4. En op iedere zaterdag van 11 tot 1 uur. En iedereen is van harte welkom op deze gratis tentoonstelling bij de Historische Kamer.